We varen nu net uit onze haven en we gaan als eerste de Nieuwe Rijn op. Dat is een overlastlocatie. Daar krijgen we veel meldingen van boten die te snel langs de woonboten varen. Wilt u even stoppen? Geen wandeltempo. Nee, excuus. En op al die woonboten staat netjes geplakt of u alsjeblieft 6 km per uur wil varen. Ik twijfel. En als u ook achter u kijkt, dan ziet u dat u behoorlijke golven maakte net. En dat is niet de bedoeling. Nee. Daar hebben de woonbootbewoners last van. Excuus. Is goed. En maak er een fijne dag van. Doen we. En vaar rustig door de stad. De gevolgen zijn dat die, zeker in dit smalle stukje, langs al die woonboten, veel te hoge hekgolven maakt. Waardoor die woonboten gaan bewegen. En waardoor die aansluitingen die ze met de wal hebben, zoals voor gas en licht, die kunnen op den duur, die kunnen afbreken op den duur. Nou, dat soort vrolijke mensen komen we dagelijks tegen. Nou, hier hebben we ook in het verleden veel meldingen gehad van hardvaarders. En ook harde muziek. Mensen die het bootje aan de kant liggen en dan hun behoefte doen. De lege flesjes en blikjes in het water gooien. Ja, ja, natuurlijk. Ik weet niet wat het is in Nederland. Dag. Een eend. Het ligt bij de single. Oké. Okay. Okay. Daar ligt een dode eend verderop in de single. En nou, straks gaan we er even langs, gaan we even kijken en dan gaan we proberen eruit te halen. Nou, je ziet wel dat dit een populair punt is. De terrassen zitten vaak al vroeg vol. Nou, hier ligt een bootje, die is doormidden gebroken en die is gezonken. Dat kan schade aan de kanten toebrengen. En daarom hangen wij daar een bestuurswang aan. En als de eigenaar de boot niet zelf weghaalt, of dat we niet weten wie de eigenaar is, dan gaan we op een gegeven moment deze boot lichten. En die brengen we dan naar een opslag. Daar blijft hij 13 weken liggen. En als de eigenaar zich niet meldt, wordt hij vernietigd. Goeiedag! Wel een op de stoep parkeren, hè? Geweldig! Dat ik kan iedereen hoggen, een beetje kussen geven, 3 keer. En ja, dat is belangrijk voor me. Ik heb 2 jaar echt moeite gehad daarmee. Dus het is tijd dat het goed komt. Het gaat denk ik de goede kant op. En iedereen moet zich gewoon vaccineren. En dan kunnen we denk ik vanzelf verder versoepelen. Als we allemaal een beetje ons verstand gebruiken, moet het kunnen. Ik denk riskant. Ik krijg elke dag mensen voor me in een winkel. Dus ja, ik denk even kijken wat die Delta variant gaat doen. Dus ja. Verder vind ik knap hoor, dat ze het land proberen in het gareel te houden in deze tijd. Dus ik doe het ze niet na. Het hbo, mbo en universitaire studenten mogen weer helemaal naar school. Niet meer dan 75 in 1 collegezaal. Is dat noodzaak? Ja, noodzaak. Ik kan me voorstellen dat studenten wel weer gewoon normaal onderwijs willen. Dus ook daarvoor geldt denk ik, als mensen gewoon gevaccineerd zijn en de vaccinatiegraad hoog genoeg is, dan zou het onderwijs wat mij betreft ook weer open mogen. Ook dat kan ik me wel voorstellen dat ze daarvoor gekozen hebben. Ik denk dat het voor die doelgroep wel heel belangrijk is dat die weer fysiek onderwijs hebben. Ik ben al blij dat in de openbaar vervoer geen mondkapjes, want ik heb longen en het is echt benauwd daarin. En vooral als het mooi weer is. Mondkapjes weg, 1,5 meter weg op 20 september. Ja, dan moeten we nog maar eventjes afwachten. Hè. Ik hoop dat het zover komt, maar ik denk dat we dat ook wel zelf in de hand hebben. Want? Nou, als we onszelf netjes gedragen, dan gaan die data gehaald worden. Dus gaan we maar vanuit. Ik vind het fijn dat het door kan gaan. En fijn dat er echt een plek is geopend waar getest kan worden. 5 seconden even, niet lekker, maar dan kan het allemaal doorgaan. Dus dat is wel fijn. Ze moeten een corona-check-app hebben om toegang te hebben. Dus ze zullen ook wel moeten eigenlijk. De speciale teststraat voor studenten in de oude VND blijkt ook wel zin te hebben. Van de, ik denk, 300 à 400 die we nu hebben gehad, is er helaas 1 positieve bij. Voor die persoon is het klaar. En degenen die niet gevaccineerd zijn in het groepje, die zullen helaas ook in quarantaine moeten. Degenen die wel gevaccineerd zijn, die zullen wel verder mogen als ze negatief hebben getest.
De organisatie is blij dat de introductie ondanks corona toch door kan gaan. We zijn heel blij met wat we uiteindelijk wat het uiteindelijk kan. Dus hè, 3 dagen en dan wel met maatregelen, maar wel dat het zo ingericht is dat er wel heel veel kan en heel veel mag. En daar zijn we heel blij mee. En dat is iets wat we misschien in het begin van het jaar wel niet hadden verwacht. Maar nu kan de LCIT-commissie heel voorzichtig uit zijn dak gaan met gepaste afstand. Mentor, jij bent van een organisatie. Wat gaan jullie nu doen? We gaan lekker de verenigingen langs en ja, we hebben ons overal voor moeten inschrijven. En dan gaan we nu allemaal leuke activiteiten doen eigenlijk. Vind je het nu een verbetering? Of? Ja, sowieso. Want ik heb vorig jaar maar 1 fysieke dag gehad en vandaag natuurlijk 3. Dus dat is sowieso wel beter dan vorig jaar. Ik snap wel dat je dan je sokken aanhoudt of dichte schoenen aanhoudt. Ja, ik zou er ook niet zo snel mee over straat gaan, denk ik. Het is toch heel erg dat je nagels iets groter worden en een beetje witachtig. En ja, het ziet er niet heel smakelijk uit. Nagels die geïnfecteerd zijn door een schimmel. En hoe kom je eraan? Ja, nou ja, het zijn vaak schimmels die in de omgeving ook gewoon voorkomen. Van een huidschimmel op een voet. Bijvoorbeeld toch de nagel inkruipen. Nou, moeders mooiste is anders. Wat doet u eraan? Ja, eigenlijk niks. Ik zou misschien eens een keer naar pedicure moeten, maar het is er nog nooit van gekomen. Een zalfje ervoor kopen en dat over de nagel doen. En er is ontzettend veel te krijgen. Maar ja, veel van die middelen zijn helemaal geen geneesmiddelen ook. Dus dan is het überhaupt de vraag of er iets effectiefs in zit. Maar er zijn zeker wel ook echt geneesmiddelen op de markt. En van 2 geneesmiddelen die hier verkrijgbaar zijn, proberen we uit te zoeken hoe effectief dat in de praktijk is. Appelazijn heb ik wel eens over gehoord dat het ook heel ontsmettend blijkt te zijn. Begrijpelijk dat mensen van alles proberen, want ook wij weten dus niet zo vaak een raad mee met zo'n schimmelnagel. En dan zeggen we, ja, we kunnen wel iets geven, maar hoe lang iemand het dan moet gebruiken en wat iemand dan kan verwachten, dat weten we niet. Als jij nou een heel aantrekkelijk iemand tegenkomt, maar je kijkt naar beneden en je denkt, oh. Oh, kalknagels. Nou, ja. Ja, dan, het kan ons toch heel lief zijn, toch? Is nu een maand uit. Die is meer dan 4 miljoen keer gestreamd. Je hoort hem in elk land, elke vakantie hoor je allerlei mensen mee zingen. Ik heb eergisteren mocht ik een optreden doen voor 750 man. Dan staan ze mee te zingen. Hoe voel ik me? Ja, een beetje in een droom allemaal. Ik kan het allemaal niet zo goed bevatten nog. En toen zei ik ook van, ik denk dat ik dat nooit meer ga meemaken. Dat zei ik toen ook bij jullie nog. En precies een jaar later gebeurt het weer. Ja, en nog natuurlijk met een liedje die je zelf geschreven hebt. Ergens op een schrijverskamp met een aantal rappers. Ja, wat gewoon een briljant verhaal is. Ik wil je kussen tussen rusten. Het vuur is niet te blussen. Adelagen dode mussen. Aan de wodka als de Russen. Ik heb al mijn zwemdiploma's. Ik hoorde een liedje en de ijskast staat open. En dat was de enigste fles Bacardi die ik nog zag staan in die avond. Dus ik zing opeens. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Mijn manager die komt aanlopen. Die zegt een echte tijger is niet te temmen. Ja, toen hadden we eigenlijk al een deel van het refrein. Klaar. Ja, de mensen zijn er weer aan toe, feestjes.
mensen wachten gewoon op een goed, leuk liedje waar je lekker op gaat. En dat is gelukkig dit liedje geworden. Ik kreeg eergisteren ook te horen dat ik in de top 200 van Spotify op nummer 1 mag staan. Boven Justin Bieber, boven Dua Lipa en boven David Guetta en dat soort dingen. Dus waarvoor zou het niet in de top 40 lukken? Dan komt er wel weer een tatoetje bij, denk ik. Ja, op mijn bovenlichaam is weinig plek over. We hebben hier André Hazes. Nou ja, we hebben Elvis getatoeëerd. Maar waar dan? Hier ergens achter heb ik nog wel plekje. Dan zullen we dat zeker doen. Deep Dig It. Zo heet de enorme onderwaterrobot die een 30 centimeter dikke kabel ingraaft in de bodem van de Noordzee. De kabel weegt 100 kilo per meter en ligt 5 meter onder de zeebodem. De nieuwe elektriciteitskabel loopt vanaf de Maasvlakte bij Rotterdam 35 kilometer onder water naar het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Dat ligt 22 kilometer voor de kust ter hoogte van Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. Vanaf 2023 wordt door deze kabel stroom van de windmolens naar land gebracht. 1,6 miljoen huishoudens gaan gebruik maken van deze nieuwe duurzame energiebron. Ook Bertje, ik was heel verliefd op je op school. Ik was geloof ik 9 jaar. En dan schreef ik een briefje en dan gooide ze het briefje weer terug. Want je had een ander meisje gevonden, vond ik helemaal niet leuk. De introductiedagen voor het nieuwe collegejaar zijn in volle gang. En ook de andere scholen gaan binnenkort weer beginnen. Maar hoe was jij eigenlijk op school? En misschien nog wel interessanter, wat stond er op jouw rapport? Ik had een walsrapport. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 4, 5, 5. Ja, maar met aardrijkskunde was ik een 5 hoor. Ik weet nog de weg niet. De school was aan de overkant van mijn huis. En de meeste die kwamen gewoon uit bed halen. Nee, dan was ik niet echt ziek. Leraren pesten. Of lerares pesten, dat vond ik heerlijk. En dan gingen wij de gang op en lieten we haar binnen. En dan gooiden we gauw van die stinkbommetjes neer aan. Dus toen gingen wij de deur dicht houden. Funesses op de stoel. Kauwgom in haar. Dan ging ik naar huis met een verhaal dat de meester me geslagen had. Gewoon achterlangs lopen en dan zeggen, hi juf, wat ben je aardig. En dan smeer je het erin. Een beetje geinen over een juf met een te grote bovenmaat. Want die noemden we dan mevrouw Bumper, want ze reed ook in een saap. Jeukpoeder op de stoel van de juf. Een docent met de veters aan de stoelpoot zetten. Dat soort echt kleine flauwekul van lang geleden. Ik ben dus surveillant geweest. Op de universiteit. Als ze afkeken, dan zei ik altijd, wat ben je nou aan het doen? Want ik denk, ja, dat heb ik altijd ook gedaan. Rekenen ken ik wel, maar lezen en schrijven, ja, dat gaat niet. Wat is het, 3x3? Ja, 3x3, bekijken we het even. Ik zat wel briefjes altijd te schrijven naar jongetjes die achter me zaten. Weet je wel, liefdesbriefjes. 3x3, dat is 6, 7, 8, 9, 10. Toch, of niet? Was jij dat telkens kwijt? Ik niet. Over een maand begint het nieuwe collegejaar weer. Er komen al een hoop nieuwe studenten, die gaan allemaal afkijken. Hebt u nog een tip voor ze? Ja, doe het heel erg stiekem, want we zijn slim hoor, die oudjes. Gewoon zo lekker veel stroopwafels eten, is goed voor het hersenwerk. De hele oude single zit vol met studenten. En als ik langsloop, dan zeg ik gezellig. Maar ze zeggen nooit iets van, kom er maar bij zitten. Ja, dat zou ik leuk vinden. Ik hou wel van gezelschap. Tijd om volwassen te worden, jongens.